Ja, natuurlijk Visje hier weer en vandaag weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Op de achtergrond zien jullie van mij een Moab op de map Interchange met de ECR. En ik speel, voor de mensen die het echt heel snel willen weten, Scavenger, Quick Draw, Stalker en dan unlock ik als het goed is Slider of Hand, Assassin en Hardline om dan als specialist te hebben. Ha, beste setup die je maar kan hebben op een ECR natuurlijk. Ik speel hier trouwens regular domination. Ik speel hier volgens mij alleen met Pascal. En ik haal een mob iets minder dan 5 minuten. Volgens mij 4 minuten en 55 seconden. Regular natuurlijk. Daarnaast, jawel, daarnaast haal ik ook nog een bro op met een onbekende in mijn team. Dus ja, die zie je ook nog wel even inkallen. Kijken hoe lang ik hier bezig ben met het inspreken van deze commentary. Denk dat ik het wel vol ga lullen. Dus dat komt wel goed. Ja, verder nog wat anders. Ja, ik heb nog een paar doelen natuurlijk, zoals jullie weten, om met andere wapens mobs te gaan halen. Een vat geprobeerd. Ja, 20 streak, 21 streak dood. Helaas, anders had ik dat kunnen uploaden. Dus dat moeten we nog eventjes, afwachten. Ja toch? Ik heb nog wel een paar leuke andere mobs staan. Ook weer op Dome en zo en dat soort dingen. Ook een hele langzame, maar dan met allemaal hackers erin. Ik weet niet, misschien krijg ik die ook uploaden, misschien niet. Ik moet even kijken. Want ik kan wel een beetje nu keuze gaan maken. Als het maar enigszins niet leuk is, denk ik bij mezelf. Oh, kan ik beter niet door uploaden. Ja, toch lekker voor mezelf houden. Dat maakt ook een keertje niet uit. Dat even over de gameplay trouwens. Dat is niet zoveel bijzonders. Iedereen weet het wel, hè. Zo'n beetje, ja toch, ondertussen. Maar het is altijd wel leuk om te kijken natuurlijk. Een heleboel mensen hadden nog vragen aan mij over van Chris. Wanneer ga je nou eens een commentary uploaden over Black Ops 2 toernooi? Nou, ik had al gezegd natuurlijk dat ik gewoon in april een commentary zou uploaden. Dat zei ik vorige maand al, in maart dus. Had ik een commentary geüpload met of titel Black Ops 2 toernooi 2015. Dus eventueel als je die nog niet gezien hebt, kan je die altijd nog even terugbekijken. En anders zal ik hem trouwens, weet je wat ik doe, ik zal hem nog een keertje even in de beschrijving zetten. Dan kan je hem altijd nog even terugkijken. Waarin ik al gezegd heb dat ik in ieder geval deze maand een commentary ga uploaden. Ga ik dus ook doen. Tegen het weekend, of misschien uiterlijk in het weekend, komt die commentary daarover online. En daarin ga ik vertellen hoe je, hoe je als team zijnde moet inschrijven. Je moet wel namelijk als team inschrijven. En dat je even moet aangeven natuurlijk op welke console je gaat spelen. Natuurlijk de Xbox 360 en de PlayStation 3. Want daarop zit natuurlijk Black Ops 2. Als het nou allemaal heel goed verloopt, en ik hoop dat het ook goed verloopt en dat alles gewoon goed gaat en leuk is, dan kan ik daarna ook op de next gen consoles kan ik daarna misschien ook toernooien gaan houden. Maar hou daarvoor gewoon even mijn kanaal in de gaten en ja, steun me ook natuurlijk ermee. En deel het ook voort, hè, met andere mensen natuurlijk, dat ik ook dat soort toernooien hou. Want dat is natuurlijk hartstikke handig en dat is voor mij natuurlijk ook weer hartstikke prettig gewoon, om eerlijk te zijn. Ja toch? Nou, je ziet ook in de titel staan trouwens dat we het gaan hebben natuurlijk over de nieuwe challenges die ik ga achterlaten. Een tijdje geleden voor het laatst online geweest weer. Ik had het even een paar weken door laten lopen. Er is uiteindelijk één challenge binnengekomen. Dogs met een AK geloof ik in DDM. En die ga ik ook online nog gooien van de week. Even dus wel een leuke gameplay. Dat is altijd leuk om te kijken natuurlijk. Het is niet zo'n hele lange gameplay. Heb je gameplay gehaald nou? Op de Xbox 360 kan ik het uit je vault halen, hè? Als het bijvoorbeeld MB3 is of Black Ops 2. Maar is het bijvoorbeeld op de PlayStation 3, dan moet je dat vragen aan Bauke de Wolf. Die heeft namelijk een PlayStation 3, ik niet namelijk. Ja, dat moet ik nog even regelen dus voor het toernooi, maar dat komt wel goed. En die kan het dan eventueel opnemen uit je vault. Nou ja, speel je op de PC is natuurlijk heel erg makkelijk, want dan kun je Fraps gebruiken of OBS of weet ik veel wat je allemaal gebruikt en zo. En ben je zelf ook YouTuber, dan kun je dat ook nog even voorrenderen en eventueel wie transferen natuurlijk naar mij. Fissionator1980@gmail.com. Daarna kan je het wie transferen. En wie transfer is een programma gewoon op internet waarbij je dan 2 gig maximaal kan versturen naar iemand anders. Ha, ook leuk om te weten natuurlijk. En ook echt super handig natuurlijk voor ons YouTubers onderling. De challenges van deze 2 weken, want jullie krijgen 2 weken tijd. Het is nu vandaag de 8e. Nou, tel maar verder. 22e, volgens mij. 22 april zal het dan zijn dat het afloopt. En ik ben benieuwd. Heb je het gehaald? Nou, twitter het even naar me, hè? Want dan kan ik het retweeten. Dat is altijd leuk voor de mensen die het ook, die het ook mee bezig zijn. Maar die hoeven het dan niet meer te halen. Ja toch, dat scheelt weer. Gaan we over.
MB2, haal een Nuke op Karachi. Oh yeah, Nuke op Karachi. Black Ops nummer 1. Haha, haal Double Dogs in TDM. Ik denk dat dat een pittige challenge is, wel een hele leuke challenge. MB3, haal een Moab op de map Bakara. Oké, dat heb ik nog niet gehaald, dus... En jullie de taak om het even te laten zien hoe ik het moet doen. Black Ops 2, haal een nuclear zonder attachments. Dus bijvoorbeeld op je MSMC mag helemaal niks zitten. Geen vastmerk, bla bla bla, dat mag helemaal niet. Ghost, haal een campstrike met een unsilenced wapen. Toch wel een stukje lastiger, want ja, je schiet en je bent zichtbaar. En op Advanced Warfare haal 75 plus kills in Ground War Domination. Dus dat zijn de challenges van deze week. Ik denk dat alweer een paar, deze twee weken eigenlijk. Ik denk dat het alweer leuke challenges zijn. En vergeet natuurlijk niet te spelen met de Fish Clan Tag, hè. Want anders telt hij niet mee. Fish in je Clan Tag zetten. En ook voor de andere mensen dan. Doe dat ook. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye.